Heyo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van de Ronald speelt Minecraft. En vandaag gaan wij fans om dit leuke village heen zetten. En ik ga als eerste even een deur maken, dus ik zet even wat iron aan het koken. Even kijken, 1, 2, 3, ik heb een half stuk met iron, dus dat is altijd wel nice. Goed, dan gaan we even slapen. You can only sleep at night, dat is leuk. Even kijken, zo. Oh, het is nog helemaal niet donker. Nou, in ieder geval, dan gaan we beginnen met het fence. Even kijken, fence. Oké, dan gaan we eerst even kijken waar willen we het hele fence hebben. Wel, ik denk dat we gewoon ruim... Zal ik de tempel ook? Die tempel die staat er wel flink buiten, hè? Dus dan doen we de tempel even niet vandaag. Gaan we wel even zo, natuurlijk. Zo. Mooi zo. Want wel, zo kunnen we de mobs buiten houden en alles. Dus dat is wel fijn, denk ik. Zo, oké. Okay. Als ik het eventueel altijd nog wil uitbreiden met het village en alles, dan regelen wij dat wel. Even kijken. Hoe gaan we dit aanpakken, jongens? Want dat huis, daar staat al wel heel leuk. Weet je wat, dat doen we het gewoon zo. Dit is wel goed in principe. Kunnen mobs eroverheen? Ja, dat kunnen ze wel. Dus dan moet ik dit even weghalen. Zo. Ik moet toch die berg straks nog aanpassen met alles, dus... Oké, nou dan kunnen ze daar niet meer overheen springen, dat is altijd goed. En ja, ik heb lang niet genoeg fans natuurlijk, maar ja, daarvoor had ik al die cobblestone meegenomen natuurlijk. En ja, dit is gewoon even tijdelijk, want ik ga eerst natuurlijk het hele village online weer krijgen en alles. En wel dan ga ik pas echt, verder met uitbouw, zeg maar. Even kijken, goed, wel, ik ga even slapen, want dat moet wel even. Zo, hier was mijn huis niet, ja. Slaap. Ik wil slapen. Het wordt donker. Straks spannen de mobs. Ik wil slapen. Ja, mooi zo. Maar eens even kijken. Zo, ik heb echt meer fans nodig. En ik weet niet hoe ik het ga doen met de berg in principe. Dus dat wordt interessant. Boom, oké. Okay. Even kijken. Ik maak even een stack of zo. Oké, zo een stack. Goed, even kijken. Goed, even verder natuurlijk. Want ik moet hier helemaal patten bovenop maken. Dit is absoluut het makkelijkste village om mee te werken. Maar dan wordt het wel een leuke uitdaging, denk ik. Dus het wordt wel interessant. Weet je wat we gewoon doen? We gaan er gewoon omheen. Gewoon, we gaan gewoon om die berg heen, jongen. Ja toch? Niet linksom, doe het maar rechtsom. Even kijken zo. Ik weet niet of jullie dat programma kennen, maar kennen jullie dat programma Counting Cars? Laat het er vanachter in de comments. Kennen jullie dat? Ik vind het echt een super episch programma gewoon. Het is gewoon vet lauw. Het is echt gewoon een lauw programma. Even kijken. Wel zoiets als dit dan, denk ik. En dan dit zo. En ja, dat moeten we helemaal uitbouwen natuurlijk. Dus dit moeten we allemaal weg gaan halen. In ieder geval dat er geen mobs overheen gaan wandelen, want dat willen we natuurlijk niet. Zo. Dit kost mij echt veel rotzooi. Ik ga die hele berg wel aanpassen, hoor, daar niet van, maar... Kijk, dan ga ik hier overheen, denk ik. Kijk, want dit hier ga ik nog uitbouwen dan dus. Dus doen we dat zo, denk ik, ja. Oké. Dan moet ik wel even natuurlijk... erop gaan, anders dan lukt het niet. Zo. Dan halen we dit meteen maar even naar beneden. Dus kan ik er natuurlijk niet bij, hè. En zo krijgen we ook zand voor extra huizen. Dus ja, ik weet niet hoe lang ik hier blijf of zo, een paar episodes. Dus in ieder geval totdat ik de zorg grotendeels weer operationeel heb. Zo, oké. Wel, nu gaan we dit maar afgraven, denk ik. Fuck zo, dat is mijn schep. Ik had ook meer schepjes moeten maken. Even kijken. Nou, dan gaan we die berg maar aanpassen dan, denk ik. Of nou ja, nu zit ik... Help! Nu zit ik vast. Zo, oké. Misschien ga ik nog wel meer aanpassen. Ik weet het allemaal niet. Hé, hey, doet wat rel jij? 10 graaf of 5 flint. Dat is echt een slechte deal. Wat ruil jij? Een emerald 4 brood, ook een slechte deal. Ik zoek iemand die weed wil ruilen.
Kijk, dit is een mooi vakantiehuis. En dan heb ik hier achter bijvoorbeeld Harry of zo. Dus misschien ga ik daar mijn huis wel van bouwen. Later, niet nu. Even kijken, waarom wil ik eigenlijk ruilen? Dat moet helemaal niet. Nou, oké, zo. Kijk, dit moeten we hebben. Goed, wel, dan gaan we even een deur maken. Zo. En dan hebben we even een knop nodig. Hebben we nog wood? Ja, 1, 2. Knop. En nog even een knop, oké. Okay. Goed, wel, dan moet ik even schepjes maken natuurlijk. Ik maak er meteen maar even 2. boom. Zo. Goed, wel, verder aan die... Oh. Wel meer fans natuurlijk. Blij dat ik al die koppers door meegebracht, echt waar. 7, oké, okay, perfect. Zo, maken we even een stack. Oké, okay, helemaal mooi. Oh, zo natuurlijk. Lolcats. Lolcats, lolcats. Oké. Okay. Ja, dit moet eigenlijk wel anders. Dat gaan we er meteen mee doen. Ik heb zand genoeg. Ziet er zo lelijk uit. Dat vind ik zo jammer. Oké, okay, hup, graaf, graaf. Zo, ik wil hier gewoon een fatsoenlijk langs kunnen lopen. Gewoon, dat wil ik. Misschien was het handiger om daar naar boven te gaan. Ja, dit is niks. Zo, dit even weg. Veel te dicht erop. Wat bezielde mij gewoon, echt. Huh? Nou, dan maar even naar boven lopen dan. Kijk, want daar is het village. En ja, hier komt wel de uitbouw. Je weet, ik weet sowieso zeker dat ik een uitbouw ga maken. Want wel, dit is boven op de berg. Ik kan het hier lekker vlak maken, dus. Dat is wel fijn. Oké. Okay. Oké, okay, ik vind niet echt dat het natuurlijk een beetje zo loopt, maar... Zoals het toen het net liep, dat was wel een beetje open natuurlijk. Ja, dit natuurlijk, dit moet ook anders. Kijk, dit kan dan in principe niet, dus dan moet het zo. Ik zie gewoon een beetje mezelf dat neus in de nou, jongens, trek je niet veel van aan. Kijk, nou dan kan ik hier gewoon langs lopen in principe. Kijk zo. Kijk, dat wil ik gewoon. Ik wil de perimeter gewoon, ja, kunnen zien eigenlijk. Oké. Okay. Oh, verdorie. Ja, dit is een probleem dus. Oké. Okay. Nice. Oké. Okay. Wel, dat is mooi. Dat hebben wij wel mooi gedaan. Oké, okay, wel, dan gaan we nu gewoon maar terug naar het ding, denk ik. Zo. Verdorie. Heb ik nog? Ja, ik heb er nog één, gelukkig. Oh... Hij staat nog op peaceful. Ik dacht, waarom eet ik niet? Dat is wel falend, hè? Ja, nogal, ja. Wat is dit nou? Wat een placement zo, kijk. Wonderful. Kijk, dit wil ik eigenlijk helemaal vlak maken, dus... Daarvoor heb ik veel sandstone nodig. Ja, dan gaan we gewoon even zand graven, zo. Ik heb sandstone nodig. Nu. Ja, ik heb wel een stack nodig, dus dat zijn 4 stacks met zand. Geweldig, wel graven. Ja, dat is cool, hè. Eten en slaan. Ja, dan kan alleen ik. Dat is gewoon must. Wacht, misschien kan ik naar de sandstone komen en dan graaf ik de dag gewoon af. Lol. Jee, kijk. Oké.
Handig, hè? Zo, sandstone afgraving. Sandstone heb ik al. Oh, oké. Want zo krijg ik ook zand, hè? Kijk. En nu heb ik lekker veel zandstone. Plop, plop, plop. Hardcore parcours, oké. Okay. Gaan we eens naar boven toe. Goed, wel, dan gaan we alles maar eens illegaal maken. Dan beginnen we... Oh, wacht. Ja, dat moet dan zand worden. Dus dan moet het één lager. Duh. Oh, dat is sandstone. Ik wil niet dat sandstone verloren gaat natuurlijk. Sandstone is veel waard. Kijk, wat vinden jullie de mooiste NPC village eigenlijk? Laat even achter in de comments. Ja, dit wordt gewoon... Dit wordt opgevuld hoor, maar... Ik denk... Zo, en dan gewoon. Gewoon zo. Ja. Yeah. Ja, ik zit gewoon even te kijken, jongens, van hoe ik het allemaal doe. Maar. Ik ben er nou ook niet echt bij met het kap, dus. Oké. Okay. Dan moet ik eerst weer meer zand. Dan graaf ik toch gewoon meer zand. Who gives a shit? Wacht, dit is gewoon een hele handige manier om gewoon zand te krijgen. Dank u. En dan gaf ik dit wel gewoon af hoor. Hallo. Kijk, zo hak. Poeps op. Handig, hè? Ja, jongens, oeroud. Zo kunnen we weer wat. Wel, dan moet ik eerst de weg naar buiten gaan graven. Wel, dat is wel leuk. Oh shit. Want nu komen de zombies en die gaan in die villages op zitten knauwen. Daar heb ik zin. Hardcore parcours. Failure. Jongens, gaan jullie huizen in, onmiddellijk. Nou, up in de casa El Ronald. Goed zo. Doppie, 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 doppie. Ja, ik praat echt niet veel, maar ik heb ook niet echt veel om over te kletsen natuurlijk. Dus ja, als jullie een leuk onderwerp weten of zo. Even kijken. Hé, hey, hier is sandstone. Dat is van mij. Palen wel van gravel namelijk. YOLO! YOLO POLO CATS! Ik steel, maar ja, ik maak gravelpaden omdat het gewoon een stuk mooier is. Kijk, dit is nog eens een manier van sandstone graven. Nou, van sandstone krijgen dan eigenlijk. En je hebt de Minecraft music op de achtergrond, dat is gewoon prachtig. Nog meer sandstone, kijk dan. Wat is er met al die sandstone, jezus. Wordt gewoon zand te zijn, maar goed. Ergens vind ik een soort tempel. Zie je ervoor, twee tempels. Want, wel, er is daar achter rechts nog één, ja daar. Jongens, je loopt er gewoon een heel pad van de village. Dat hoort bij de village. Lol, cats. Ik heb twee stacks met sandstone bijna, lol. Ik zal even eten hoor, dan heb ik die aardappel weggewerkt. Kijk, nog meer eten bij me? Nee, ik heb geen eten meer bij me, dat is wel jammer. Ik fix het allemaal wel hoor, maar... ja. Ik heb gewoon sandstone nodig.
Kijk eens even. Twee stacks. Twee stacks met sandstone. La 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 la. Is altijd fijn, hè? Sandstone is altijd fijn om te hebben. En dan heb ik zand nodig zometeen. Yay! Oké. Oké, nou, zand dan maar. Hè. Waar haal ik nou wel allemaal zand weg dan? Oh, nou, hier gewoon. Ik vind het wel een mooie desert in principe. Het is, ja. Oh. Lol. Dat was grappig. Zo, een beetje zand graven natuurlijk. Zandafgraving. Zo, hebben we al aardig weer wat zat gekregen. Meer zand. Need more sand. Oké. Ik heb in ieder geval genoeg sandstone. En dan heb ik nog wel wat over om eventueel huizen te bouwen ofzo. I don't know. Oké, nou dan heb ik in ieder geval zowat één deel gefixt van de village. Dat is nice. Dat is altijd nice, hè. Nou, halen we dit weg zo. Ja, je moet kijken wat er kan, hè. Zo. Het is een mooi village, vind ik. Het is wel raar dat het op een berg is, maar oké. Jonge vriegener. Vriegende daar zo. Chill. Respect. Oké, 25 zand. Kunnen we wel wat mee, denk ik. Wacht, halen we dit gewoon weg zo. Zo, kijk eens aan. Gaan we even aanvullen. Bim, bim, bim. Zo. Zo ziet het er nog een beetje christelijk uit, want... Wel een puinhoop. Even kijken. Goed, daar moet ook nog allemaal zand worden. Wel, kan ik hier beneden geen zand gaan mijnen of zo? Nou, ik vind dit wel... Huh? Qua wat. En ik wil op adventure. Ik hoor wat. Ik hoor skeletons en alles. Dan moet je altijd op. Holy shit, nou hoor ik ze echt heel goed. Ze zitten hier. Ja, hallo. Oh, yo. Oké, dit is lijp. Oké, dit is echt lijp. Even oplichten hoor. Misschien is wel die dungeon hier of zo. Dit zijn echt altijd die plekken waar dungeons vindt, hè? Echt altijd. Wojo. Holy shit, man, die emu. Nou is klaar met jou. Go fly. Waarom ging hij niet in de fik? Headshot, nice. Wojo. Dit kan elke... Oké, dit is een episch cave system. Even opdonderen met je zooi. Oké, zwem. Verdorie. Zo, oké.
Oké. Hier nog even kijken. Dungeon. Ik wil gewoon graag een dungeon. Al die sandstone. Wauw. Oké, wel. Dit is een episch cave system. Dit zijn echt van die dingen waar ik gewoon altijd van hou om te vinden, hè. Oké, nou even weg naar buiten graven. Zo, oké. Wel, dit is echt episch. Dit hou ik. Gewoon, het is een episch cave system. Wat wil je nog meer, jongens? Goed, wel. Weet je wat ik ga doen, jongens? Ik ga dit, denk ik, allemaal even maken. Ik ga de rest van de fans allemaal maken. En ik zie jullie dan weer in de volgende episode. Dus ja, jongens, laat even een like achter. Subscribe als je nog niet hebt gedaan. Au. Volg me even op Twitter, @shadowgames23. Ik weet het niet, zo'n hele boeiende episode. Ik was ook niet heel erg spraakzaam. Ik voel me niet zo heel lekker, maar ik wou gewoon even wat doen. Dus ja, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En dan spreek ik jullie later. Dus ja, later met z'n.